Jij gaat ook gewoon de boel inpakken, toch? Ik ga de boel inpakken, ja. Klaar met de BBB. Laat het maar aan Rutte over. Precies. Ik moet die man knuffelen, want hij regelt het. Nieuws. Gisteren burgervader Mark Rutte bij Op1 gezien en weer eventjes geconfronteerd met de heerlijke waarheid. Wat gaat het toch goed in Nederland? Dus ik ben op een paar dingen heel trots hoe we met elkaar die sterke basis hebben gebouwd in Nederland, waardoor we er heel sterk voor staan. Wiebren, gisteren zat Mark Rutte bij Op1. Wat een gaaf land is dit, hè? Ja, het is fantastisch. Het is af. Ja. Fijne man. Ja, de beste premier sinds de Tweede Wereldoorlog. Geen crisis, iedereen heeft een woning, belastingen zijn laag, ondernemers kunnen doen wat ze willen. Tijdens coronatijd werden we niet vastgezet. Echt fantastisch gaat het. Het is echt geweldig. En ik vond het ook heel goed dat Rutte dat nog eens even neerzette, hoe goed het gaat in Nederland. Ik ben op een paar dingen heel trots hoe we met elkaar die sterke basis hebben gebouwd in Nederland, waardoor we er heel sterk voor staan. Caroline, heb je gisteren Mark Rutte bij Op1 gezien? Ja. Fijne man, hè? Ontzettend fijne man. Hij zegt altijd eerst hey hoi en dat is heel hartverwarmend. En dat vind ik fijn, want dan weet je dat hij je herkent. En hey hoi, gaaf land. Echt fantastisch. Fijne man en we moeten ook iets bedenken met z'n allen om hem te bedanken. Ik ben op een paar dingen heel trots hoe we met elkaar die sterke basis hebben gebouwd in Nederland, waardoor we er heel sterk voor staan. We staan er ook heel goed voor, hè? Zeker, ja. De bakkers die bakken brood en die hebben een lagere energielasten dan ooit tevoren. Slagers doen het goed. Gaaf land. Fantastisch land, super gaaf en dat hebben we ook te danken aan Rutte. Hij heeft dat neergezet, ik bedoel dat vereist leiderschap. En je ziet nu dat het grootste deel van Nederland heeft gewoon een geweldig leven. Het gaat fantastisch met het land, iedereen is blij, iedereen heeft goed inkomen. De energierekeningen zijn omlaag, het land is af, hè. Heb jij het ook zo naar je zin? Absoluut, ja. We hebben net de algemene politieke beschouwingen gehad. Ze zijn terecht weggelopen natuurlijk, hè, want dan hoef je nergens meer over te praten. En er is ook eigenlijk niks meer om over te praten, want het land is af. Knuffel je hem wel eens? Gewoon even Mark, kom even huggen. Dat was iets wat ik gisteravond dus ook dacht toen ik dat interview zag. Ik dacht, ik moet die man knuffelen, want hij regelt het. 12 jaar Rutte, zeg jij nog een keer 12? Ik heb daar wel van tevoren afgesproken dat je even leuk mee zou doen. Oh, ja. Zeg ik nog een keer 12? Ja, tuurlijk. Ja. 12 erbij. VVD is met 14 zetels naar beneden gegaan, onterecht. Daar wil ik dan nog... Wiebren, we hebben van tevoren afgesproken dat jij heel eventjes mee zou doen. Onterecht. Die 14 zetels verlies van de VVD, onterecht, hè? Ja, ik snap er helemaal niks van. Is onterecht. Totaal bizar. Ik snap echt niet waarom mensen niet meer over hem stemmen. Jij gaat ook gewoon de boel inpakken, toch? Ik ga de boel inpakken, ja. Klaar met de BBB. Laat het maar aan Rutte over. Precies. Fijne Jasper, mooi land. Heerlijk, heerlijk. En allemaal dankzij Mark. Dankjewel, hè. Dankjewel. Liefd. Tot de volgende keer. Fijn. Nu je toch aan het einde van deze video bent gekomen, kan je hier net zo goed even subscriben op ons YouTube-kanaal. Wijs naar Button. Oh ja, en check ook even onze webseries op het YouTube-kanaal van NPO3. Ook wijzen. Heres, Next Gen Voetbalmakelaars en nog veel meer. Klik, 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 klik.